Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Vanaf de Venlose Hei, achter mij het zweefvliegveld. Nou zeggen ze tegen mij vaker dat ik ze zie vliegen, maar vandaag echt niet. Nou, we gaan dadelijk de vlog doen. Uiteraard hebben we het kerngezond gerechtje van de week, maar we beginnen met het kerngezonde nieuws van deze week. Doorzettingsvermogen, discipline, samenwerken, respect. Het zijn de kernwaarden die terugkwamen in de activiteiten voor de kids van basisschool De Mussenberg in Hoorn. In de klas aandacht van voorbeelden van fair play in de topsport, om vervolgens zich helemaal uit te leven bij de kickboxworkshops. Wist je dat vele lunchrooms een kerngezond gerecht op het menu hebben staan? Gezond kan namelijk ook super lekker zijn. Kijk maar. Van Limburg Zone 2 ben ik helemaal naar het noordelijkste puntje van Limburg gereisd. En dat doe ik natuurlijk niet zomaar. Ik heb daar een hele goede reden voor. Ik mag vandaag een kijkje nemen in de paardenstal van Piet en Angelique van Dijk. Gaan jullie mee? Woesh! Volgens mij moet ik hier zijn. Piet. En jij bent Sue. Dat klopt. En wie is dit? Dat is Kingsland. Hoi Kingsland, ik ben Sue. Piet, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik ben ze hooi aan het voeren. Ze hebben honger. Dat is leuk. Mag ik helpen? Jazeker meid. Graag zelf. Dat je vrouw Angelique heel goed is in paardrijden, klopt dat? Jazeker, ze rijdt in de hoogste klasse van de dressuursport. Als Angelique dat doet, wat doe jij dan? Nou ja, ik begin bij het begin. Ik zoek een mooie merrie met een hengst erbij. En als het goed is, dan krijgen we daarna een veulentje zoals je deze ziet. En van daaruit gaan we verder werken. En dat begint met de opvoeding aan de hand, totdat we erop kunnen gaan zitten. Het is eigenlijk een soort van puppycursus, maar dan voor veulentjes. Ja, daar lijkt het op. Om dat te laten zien, lopen we naar een ander paard. Is goed. Ja, leuk hè? Dit is een beetje het voorproefje van het echte werk. Waar moet je allemaal op letten bij het trainen van een paard? Nou ja, dat begint bij het paard zelf natuurlijk. Hè. Het paard moet opgefokt zijn dat hij dressuur wil lopen, dat hij oefeningetjes wil maken en dat hij wil luisteren. En dat hij leuk gaat dansen uiteindelijk voor de jury. Ja. Dat klinkt ingewikkeld. Zullen we eens bij Angelique gaan kijken? Dat gaan we zeker doen, meid. Leuk. Laten we gaan. Angelique alweer
hier hard aan het trainen. En wat is het hier groot? Ja, je hebt gezien, we hebben 35 paarden en we hebben alle faciliteiten om paarden te fokken, maar ook te trainen en om ze tentoon te stellen. Ik heb vandaag heel veel geleerd over dressuurpaarden, maar wat vind jij dan eigenlijk zo leuk aan? Nou, het mooie ervan is dat we met een paard wat 800 kilogram weegt, trucjes kunnen laten zien die heel imponeren voor de jury. En wat is nou het bijzonderste dat je ooit hebt meegemaakt met paarden? Nou, het mooiste, dat blijft elk jaar weer als er een veulentje geboren wordt en het staat op en het gaat drinken bij de moeder. Dat is een wondertje. Dat is inderdaad superleuk. Piet, hartstikke bedankt. Ik wens nog heel veel succes met het fokken en het trainen van de paarden. En Angelique natuurlijk ook. En dit was mijn vlog voor Limburg Gezond TV. Tot de volgende keer. Doei! Deze week in de hoofdrol, de tomaat. En daar gaan we in het kader van jong leren eten een lekker gezond gerechtje mee maken. Ik ga vandaag een tomaat mozzarella salade voor jullie maken. En daarvoor heb ik nodig 2 tomaten. Ongeveer 2 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels pesto, een paar plakjes mozzarella en basilicum. En de tomaat snijd ik nu in plakjes. Wist je trouwens dat tomaten oorspronkelijk niet uit Italië komen, maar uit Zuid-Amerika? Dan pak ik een bord erbij en dan ga ik het gerecht opmaken. Beginnen we met een klein beetje pesto onderop. En dan starten we met een plakje tomaat, een plakje mozzarella, weer een plakje tomaat, weer een plakje mozzarella. En zo gaan we door. Dan doen we daar een klein beetje olijfolie overheen en rondom. En dan garneren we het mooi af met een paar blaadjes basilicum. Een heerlijk gerecht wat iedereen kan maken. Ik zou zeggen, eet smakelijk en tot de volgende keer. Ben ik gek? Ik ben een vliegtuig. Bedankt voor het kijken. Kerngezond TV zit er weer op. Ik wens jullie een kerngezonde week en tot de volgende keer. Hoi!